Robbie Holband, directeur van de Polytechniek College Suriname, heeft een document in zaken integrale veiligheid overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi. In het document, dat op woensdag 29 december 2021 werd overhandigd, zijn voorstellen aangedragen om Suriname veiliger te maken. Ja, het doel van onze aanwezigheid hier op het kabinet van de president was om een document die wij samen met onze partners vanuit Saxion hebben ontwikkeld, een veiligheidsdocument, om dat aan te bieden aan de president. Het document is als uitvloeisel gekomen van het programma Integrale Veiligheid, die wij samen met onze partners aan het ontwikkelen zijn. En bij het ontwikkelen hebben wij een aantal hiaten ontdekt in het veiligheidsgebeuren in Suriname. Waarbij tijdens de discussie uiteindelijk is gezegd van weet je, het is goed om de president dit ook te laten zien. En een aantal voorstellen aan te dragen vanuit het onderwijs, vanuit de deskundigheid van de mensen die daar zaten. We hadden een aantal veiligheidsdeskundigen die daar hebben geparticipeerd. Dat ze dan ook hun bijdrage konden leveren om Suriname een stukje veiliger te maken. Het gaat om alle aspecten. In het document is beschreven wat de president ook noemde, zeg maar de traditionele vorm van veiligheid. Dat je denkt aan de territoriale beveiliging, bewaking van haven en goed. Maar we hebben hem ook breder getrokken om te praten. We praten ook over voedselveiligheid, we praten ook over gezondheid, we praten ook over onderwijs. Al die aspecten die te maken hebben met een vorm van veiligheid, zowel te land, in de lucht en op het water, is aan de orde gekomen. Denken ook aan de nieuwe vormen van veiligheid, zoals cybercrime, die ook aan de orde is. Dus al dat soort zaken hebben wij belicht en aangegeven van welke uitdagingen Suriname daarmee heeft en hoe we ermee verder zouden kunnen gaan om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk toch wel komen tot een vorm van integrale veiligheid in Suriname. Ik kan niet zeggen dat je een bepaald gebied de voorkeur gaat geven. Kijk, bijvoorbeeld als we zouden kijken nu, dat zou je bijna willen zeggen van gezondheidszorg is prioriteit, omdat we nu zitten in een pandemie. Maar tegelijkertijd zie je ook de criminaliteit boven te voeren. Maar je ziet ook hele simpele zaken waarbij we als samenleving zien dat handhaving van regelgeving van wetten om ervoor te zorgen dat we veilig zijn, dat die zaken ook niet worden meegenomen. Kijk maar bijvoorbeeld als we praten over veiligheid te land, als we kijken wat er op de brug is gebeurd. Dat is een duidelijke vorm van een stukje handhaving. Dus je zult niet één ding eruit kunnen lichten om te zeggen, daar ga je prioriteit aan geven. Vandaar dat het ook heet integrale veiligheid. Je gaat hem gewoon in zijn totaliteit moeten bekijken en ervoor moeten zorgen dat je dus alle aspecten gelijktijdig gaat versterken. Het is een mensenjob. We hebben echt dagen erop gezeten om te kijken van hoe gaan we hiermee om? Wat gaan we allemaal meenemen in het geheel? En je ziet dat je echt elke van het simpele ongehoorzaamheid in het houden van de regels in het verkeer tot het ingrijpende, wat moeilijkere vormen van criminaliteit, als je denkt aan cybercrime, toch, maar ook aan de grensoverschrijdende criminaliteit, dat je ook daarmee rekening moet houden. Omdat ze allemaal gewoon invloed hebben op jouw welzijn, op jouw ontwikkeling, op hoe je verder gaat als land. Als we praten over vormen van corruptie, toch, dan zie je dat veiligheid ook daar op een gegeven moment een bepaalde rol gaat spelen. Dus het gaat zo diep dat je niet één aspect eruit zou moeten lichten, maar je echt gewoon breed zou moeten kijken. En ik ben blij dat de president zei dat er al een commissie bezig is om te kijken naar het integraal veiligheidsgebeuren. En ik hoop dus dat ons document een bijdrage zal leveren om inderdaad, zoals ik het eerder zei, het aspect van veiligheid in Suriname te versterken. En een van de dingen die wij zien in Suriname is dat het aspect van veiligheid verspreid is. Als we praten over verkeer, dan zie je dat het zit bij justitie, bij OW, een deel bij LVV. Als we praten over gezondheidszorg, is dat bij volksgezondheid. Als we praten over verkeer in de lucht,
of de water, dat zit het weer bij TCT. Dus je ziet dat het in Suriname verspreid is. Het heeft echt een zoektocht teweeg gebracht om precies het kader te zien van waarover we praten. En ook de verschillende ministeries bij elkaar te brengen. In het document zijn dus de verschillende ministeries aangegeven die dus met veiligheid te maken hebben. En dat heeft dus ook een ondersteuning naar de president toe wanneer hij gaat praten over veiligheid. Dat hij weet, oké, nou, niet dat hij het nu weet, maar ik bedoel dat het direct zichtbaar is van welke aspecten, welke ministeries er allemaal bij betrokken zijn. Dus het vinden van de informatie, het was echt een zoekwerk. Moet wel meegeven hoor, het feit dat onder andere de wetten zijn gedigitaliseerd, het werk dat er gebeurt in de DNA, heeft ook heel veel geholpen, omdat je heel veel online op een gegeven moment kon vinden en kon tracen van wat er allemaal zit. Dus dat is echt een plusje dat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, dat we onze wetgeving, de wet DNA, de aspecten van het DNA, dat dat gedigitaliseerd is, waardoor een aantal van onze zaken heel snel boven water konden krijgen. Met betrekking tot het document veiligheid zal het afhangen van welke stappen de president wil nemen. Dat is het voorrecht van de president om te bepalen welke kant hij opgaat. Maar als instituut, samen met onze partners, gaan wij door, omdat wij volgend jaar het programma Integrale Veiligheid willen introduceren in Suriname. Eigenlijk dit jaar, zodat het volgend jaar als programma binnen PTC verzorgd kan worden. Dus dat proces gaat gewoon door. En ook het volgend jaar, ik denk in februari, starten we ook met een training voor manbeveiliging. Dus wij gaan op dat stuk van veiligheid als instituut gewoon verder, op ons niveau. En we kijken uit hoe de president invulling wil geven aan de voorstellen die wij in het document hebben gedaan. Als wij erbij betrokken worden, zijn we erg blij, zodat we ook daar een bijdrage kunnen leveren. Maar als de president anders beslist, dat is zijn voorrecht. Maar wij gaan gewoon door met ons programma. En volgend jaar kan dus de samenleving uitkijken naar een nieuw programma binnen PTC en dat integrale veiligheid zal heten. Naar het bedrijfsleven, samenleving, de overheid willen we natuurlijk ook altijd meegeven dat wij als instituut er zijn voor de samenleving. Het is ons mandaat dat we hebben om die samenleving te ondersteunen. Dus we roepen ieder op als zij met uitdagingen zitten, vragen zitten, om ook aan PTC te denken en te kijken van wat kan PTC betekenen om te helpen aan die ontwikkeling die ze in het bedrijf of samenleving die we nodig hebben, dat PTC daarbij een bijdrage kan leveren. En we zijn aan het einde van het jaar, dus ik wil ook de samenleving een veilige jaarwisseling toewensen. Ook dat iedereen zich houdt aan de Mohana-regels, zodat die stijging die we nu zien qua COVID, dat onder de echt beperkt blijft en dat we niet echt naar een vijfde golf gaan. En bij de jaarwisseling dat men let op zichzelf met vuurwerk en al dat soort zaken. Maar bovenal dat we een succesvol 2022 gezamenlijk mogen hebben. Dat is ik voor heel Suriname. Dank u wel.